wij zijn Joost Rovers en Koen Lamers. We zijn allebei vierdejaars studenten tuinbouw en akkerbouw. We zijn nu bezig met onze afstudeeropdracht. Die duurt 20 weken. En die voeren we uit voor akkerbouwbedrijf Van den Borne Aardappelen en Reuzel. Nou, Van den Borne Aardappelen is een voorlopend bedrijf op het gebied van precisielandbouw. Het is als het ware een pionier. En hij werkt met veel nieuwe technieken die eigenlijk nog geen één andere agrariër gebruikt in Nederland. En ja, wij als afstuderende studenten heeft hij dus gevraagd om er dus mee aan de slag te gaan. Dus te kijken van hoe werkt dit en wat kunnen we ermee. En de Hals Hogeschool is daar ook nauw bij betrokken. Wij doen een project over precisielandbouw en dan gericht op bodemsensoren. We hebben de afgelopen tijd 2 bodemsensoren getest. En die sensor die stuurt magnetische velden door de bodem heen. En de elektrische geleidbaarheid die wij dus meten, die wordt beïnvloed voornamelijk door het vochtgehalte in de bodem. En op die manier kunnen wij dus met verschillen in elektrische geleidbaarheid, kunnen wij dus het vochtgehalte in de bodem berekenen. En kunnen wij daardoor ook de tilt sturen voor een optimale opbrengst. En we zijn begonnen met 11 dagen te meten. Dat houdt in dat we een capota pakken, dus een lichtere machine om over het land te rijden, zodat we niet met een grote trekker alles beschadigen. En de sensor die ligt op een slee en die slepen we erachteraan. Op die capota zit een GPS-ontvanger die de positie kan bepalen. Dus zo weten we ook dat als we iets meten, dat het dan ook echt aan welke plek we dan moeten koppelen. Na die 11 dagen hebben we dit ingelezen met FarmWorks. En dan krijg je met kleurverschillen dus een kaart die de verschillende elektrische geleidbaarheid weergeeft. Als we dan weer een stapje verder gaan, dan combineert Van den Borne die kaarten van de geleidbaarheid met de kaarten van zijn opbrengstmeting, bijvoorbeeld op de aardappeloogstmachine. Die dus eigenlijk weet van, op deze plek van bijvoorbeeld 3x3 meter is dit de potentie. Dus het houdt in dat we niet meer een perceel alles hetzelfde doen, maar dat we rekening houden met de grondsoort en daar precies doen wat het gewas eigenlijk nodig heeft. De essentie van precisielandbouw is eigenlijk van, je verricht de juiste teelthandelingen op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheid.